De Vlaamse pers verzamelde maandag bij Studio 100 in Schelle voor de presentatie van de muziek van de spektakelmusical 4045. Het verhaal van 4045 draait rond twee broers, die worden gespeeld door Jonas van Geel en Jelle Kleimans. Wil Tura en Steve Willaert stonden voor de loodzware opdracht om muziek te schrijven voor deze grote en toch wel veel eisende productie. Hoe begin je nu aan zo'n opdracht? Want jullie zien visueel niets. Nee, wij zien visueel niks, maar gelukkig hebben wij een beetje goede fantasie. Dus uiteindelijk op basis van dat verhaal, op het verhaal, dus het scenario dat we krijgen van Frank, dat evokeert al veel emoties, veel gevoelens. En ja, dus werden de teksten van de nummers. En die brengen op zichzelf ook al het een en ander teweeg bij ons. Dus we waren wel goed geïnformeerd en we konden eraan beginnen. Wil, wat is jouw inbreng geweest in deze musical? Muziek, hè, natuurlijk. Gecomponeerd ook. Componeren, dat is ook iets dat ik al jaren doe, hè, met sommige van mijn liedjes. Meestal schrijf ik mijn liedjes. Maar dit is toch iets totaal anders. En het was zeer boeiend. Ik heb het heel graag gedaan. En Steve en ik hebben echt samengewerkt. En als ik iets had, dan kon ik het laten horen. En omgekeerd. Dus het was iets totaal anders dan een liedje maken voor een nieuw album of zo. Ik weet. Het was omdat er boeiende verhalen waren. Geen plezante verhalen. Dat is oorlog. Dat is wel. Dus het was vooral een beetje mineur allemaal. Maar het heeft enorm plezier gedaan te kunnen doen. Ja. Hoe arbeidsintensief was het nu? Je kunt het niet zo à la minute maken. Hè. Dus je moet ermee leven. Hè. Bepaalde scènes die bijblijven. Ja, zal dat passen? We zijn al blij nu dat we zover zijn. Voordat ik het binnenkreeg, had ik toch betwijfeld of ik dat wel, als ik dat wel zou kunnen aanpakken of doen. Maar ik ben er blij mee. Steve, je hebt Jelle Kleimans een live versie horen brengen van een van de nummers. Hoe klonk dat nu in jouw oren? Heel goed. Heel goed, omdat hij leefde zich heel hard in het nummer. Ik bedoel, wij kennen natuurlijk het hele achtergrondverhaal van het nummer. Dat kennen jullie nog niet. Maar je voelt direct van. Hij roept die wereld op. Hij roept die wereld op waarin hij zich op dat moment bevindt. Dus ik was er zeer over te spreken. Zeker en vast. Wil, Tweede Wereldoorlog, je hebt dat net niet meegemaakt. Wat weet jij daar nog van? Wat heb jij zelf van jouw ouders gehoord? Ja, ik ben geboren in 40. Hè. Maar toen ik een jaar of 5 was, heb ik wel herinneringen nog. Heel vaag. Want ik weet nog goed, als kindje dat met de trein moest nemen naar de dokter in Brugge. Want ik had een groot probleem met mijn rechteroor. Er was eter naar mijn hersen die aan het gaan was. Ik moest op hetzelfde moment dat de dokter mij onderzocht, moest ik als kind nog dezelfde dag geopereerd worden. Dus ik moet niet vragen hoe dringend het was. En mijn moeder is dan meegegaan. Dat blijft een herinnering met een trein en de Duitsers en dat soort dingen. Als kind ben je dan wel een beetje bangerig, hè, van wat er gebeurt hier waarschijnlijk. Dus voilà. Maar het is allemaal gelukkig goed verlopen. Ja. Wat staat er in het kader van deze musical nog op jullie programma nu? Alles moet nog opgenomen worden, dus we hebben nog best wel wat te doen. Maar de fundamenten liggen er, de grondbasis ligt er. Dus vanaf nu is het alleen het huis verder afwerken, hè, tot dat af is. Zeg, Wil, jij hebt de demos ingezongen van de nummers. Bestaat de kans dat die toch ooit op een of andere manier uitlekken? Ze gaan niet uitlekken, denk ik. Ik denk dat we ze gaan inlekken. Het zou spijtig zijn dat afspraak zou vernietigen. Maar ja, daar moeten we het nu niet over hebben. Het was voor eigen gebruik. Ja. Het was vooral voor de mensen van de cast. Ja. Te laten horen hoe wij de interpretatie van het nummer zien. Hè. Ik bedoel, we zijn niet de beste zanger van Vlaanderen, dus het zou zot zijn moesten we die manier niet uitproberen om het aan de mensen te tonen. Hè. Maar het zou net zo goed, het liedje waar we de demo van gehoord hebben, zou een perfecte single van jou kunnen zijn. Bedankt voor het compliment. Ja, ik denk dat alles wat ik zing, dat ik voel, is Tura. Ja.